to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Hallo jongens, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Bedankt allemaal voor de 350 abonnees en daardoor maak ik deze special video. Ik begreep dat er vandaag een nieuwe CTGP update was gekomen met heel veel nieuwe tracks. Dus mijn plan voor deze special video was om alle tracks aan jullie te laten zien. Nou, we gaan beginnen met de eerste track. Oké, jongens, we gaan beginnen met Comet Starway. Nou, die is eigenlijk al best wel vaak geüpdate. Ja, die was op 29 mei, deze track was die ook al geüpdate. Want die had een of andere respawn bug. En die was in de update van 29 mei was die niet gefixt. Dus vandaar dat ze deze update opnieuw hebben gemaakt. Ja, en ze hopen dat dit beter gaat. En wauw, ik val van de track of gelijk voor het begin van de track. Of ik dit goed vind, maar goed. Ze hopen dat deze update wel goed is. Dat deze respawn bug wel beter gaat. Maar voor de rest, ja, het is niet echt deze nieuwe update is niet echt heel erg bijzonder. Niet dat het echt iets compleet nieuws is of zo. Maar goed. Ja, mezelf hoop ik natuurlijk ook dat dit iets spannend wordt gemaakt. Want het is best wel kloot als je dan bijvoorbeeld een time trial had gemaakt. En je hebt eigenlijk bijna veel te kort. Onder andere zit ik daar eigenlijk niet bij. Ja, niet dat ik er nou in zit te denken dat het meer remote is. Zoals jullie zo net al zagen van dat ik mijn wereldmotor aan moet staan. Van mijn ik kom niet aan mijn woorden jongens, dus let er wel een beetje op. Ja, ik kan maar. Jongens, ik ben echt fucking slecht vandaag. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar ik had deze video net ook al gemaakt. Het ging wel best wel goed, maar toen ik wereldmotor aanstaan. Slecht, maar goed. Nee. Er is niet zo heel erg veel meer te doen op deze track, dus ja. Ja, maar wat ik net al zei, het is best wel kut als je dan bijvoorbeeld net een nieuw record hebt op deze track. En de volgende dag wordt deze track weer geüpdate. Okay, weet je jongens, ik haat PC's. Let dat maar niet op. Je wilt niet weten hoeveel PC's ik in deze video heb. Tenminste altijd 50 van zoiets. Ik ben er zelf niet in, dus. Jongens, dat was dus deze track. Niet echt heel erg bijzonder voor de derde keer, wat ik net zeg. Maar goed, ik ga naar de volgende track. En waarschijnlijk is die wel iets meer interessant. We gaan even kijken. Oké, jongens, als tweede. We hebben GBA Bootleg als een nieuw update. Versie 2.3. Van Comet Starway was trouwens versie 1.44. Deze update is ietsje meer interessant. Nou ja, het ziet er niet zo uit dat deze is geüpdate, maar het is het eigenlijk wel. Ten eerste moet je eens kijken naar het water. Het is ietsje donkerder geworden. Ja, er is ook niet echt heel veel te nieuws te zien in deze update, maar er zit wel iets nieuws. En dat is best wel interessant om naar te kijken. Zeg maar. Okay. Dit de weg blijft voor hetzelfde. Blijven op zo. Dit! Want hier kon je eerst Schoenless Shocker natuurlijk. Omdat deze brug dit was. En op de Schoenless, zeg maar, kon je daar gewoon rustig omheen rijden. Wie kan dat niet meer? Maar dan moet je daar een beetje voor gebruiken. En dan moet je heel erg scherp sturen. Dus dat is echt een ja, inderdaad. Daar is net ook een moeite mee. Tijdens time trials, zeg maar. Voor de rest. Die echt heel erg bijzonder is. We vatten de track af en we gaan naar de volgende track. Zien jullie dat wel weer? Nou jongens, een van de meerdere interessante updates van GP Mario Beach. Nou, deze track is wel veranderd. Dat kan ik wel zeggen. Dit is versie 2.1a van GP Mario Beach. En ik zal je nu al eens laten zien wat nieuw is. Want ja, wat ik zo net al zei. Ja, dat zei ik nu voor de tweede keer. Deze track is erg veranderd. Oké, nou, het begin ziet er niet. Wow, ik word gelijk geraakt door een redshow. Maar goed, deze bocht eerst. Nou, dan kom je bij de piranha plants en zo. Die zijn ook niet goed toegevoegd.
Nou ja, de lucht ziet er anders uit. De track zelf ziet er nieuw uit. Nou ja, het ziet er echt een stuk beter uit dan de oude versie van de Super Mario niet. Dat kan ik jullie 100% zeker zeggen. Dus ik die dat niet vinden, nou ja, dat moet ze lekker zelf weten. Ik doe hier iets meer op, dus op deze track echt van ruim 4-25 seconden of zoiets. Maar goed, de aantal rondes zijn hetzelfde gebleven. Ik had eigenlijk verwacht dat dit 5 rondes waren, dat dat in de update zelf was. Dus ja, maar ik kust Mario Kart weer niet. Maar goed, 7 rondes is prima. De track, die maakt de track alleen maar leuk, vind ik. Nou ja, het is dus vind ik, dat zei ik. Nou, 3 rondes, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Maar goed, de bochten zijn niet scherp geworden, dat is steek. Nou, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Goed, volgende track. Oké, jongens, track nummer 4. Bubble Towers. Ja, inderdaad. Deze track is sinds 11 oktober 2017 in CTGP gekomen. Het heeft nu al een update. Maar goed, in ieder geval. Ja, die update is ook wel best wel leuk om te doen. Het is niet echt weer heel erg veel veranderd. Maar goed, er zijn een paar kleine veranderingen. Dus zoiets. Of hoe je dat doet. Oké, jongens, ik ben verkouden. Hou er even rekening mee. En wat ik in die eerste track al zei, ik doe het vandaag niet het best. Dus alsnog houd er rekening mee. Oké, jongens, deze keer op de grond. Die zijn anders geworden, als je dat goed zag. Inderdaad, ik doe het even gesloten. Nou, ik vond het te zien. Ja, voor de rest. Oké, die ding op de grond, dat is het enige wat is veranderd. Hier, deze ding. Maar goed, voor de rest is er weer heel veel nieuws hier in deze track. Er is toen de tekstbom die hier weer gekeken. Maar goed, dat is wel leuk om te doen hoor. Zeker. Maakt de track wel lekker leuk. Maar goed, dat was Bubble Towers, de nieuwe update. Op naar de volgende track. Kijk welke track dat is. Ja, tot nu toe alleen maar updates, hè. Er komen ook 2 nieuwe tracks. Die komen op het eind, waarschijnlijk. Zo, ik was er eentje vergeten. Kom ik ineens achter. Ik kende deze, maar ik heb gezegd op alfabetische volgorde van deze tracks. Tenminste, voor de updates. Ja, Keller Desert is ook een track die is geüpdate van SC2.1 naar SC6. En dat is een hele grote verandering, zeg maar. Dat skipt SC3.9. Foutje. Domme grap. Ja, inderdaad, ik weet het. Maar goed. Alsnog heeft deze track niet echt heel erg veel aanpassing. De boostbanden zijn een beetje veranderd. Hier en hier. Dit is een beetje aangepast. En hier zijn de invincible hier. Zeg maar onzichtbaar. Die kunnen raken. En dan word je daar tegenaan. Ja, ik denk niet dat het heel erg verstandig was dat die daar zit. Maar voor de rest, er is niet echt heel veel aangepast. De track ziet er een beetje uit naar 2013 of 2014. Dat de track is van 2014. Deze piramide ziet er mooi uit. Dat moet ik wel zeggen. Ja, Oké, volgens mij was het ouder. Dat doet. De voetstel ziet er in ieder geval veel beter uit dan het eerst was. Ja, die waren eerst een glitchy, zeg maar. Oké, wow. Ik rijd in het zand. Heel erg dom. Oké, ik had een paar maanden geleden had ik glitch gevonden of zo op die piramide. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Laten we even kijken. Het studie, heel raar. Yes, die bestaat nog steeds. What the fuck. Je moet zien. Dit ziet er zo mooi uit, hè.
En dit moet je hier ook eens een keer proberen. Dit ziet er een fucking, niet fucking chill uit. Als je dit kunt, dan moet je mij eens even reacties sturen of je dit kunt. Oké, we gaan op naar de volgende race. Nou ga ik het dus een keertje wel op de afdeling voor doen. En als ik er nog eentje vergeet, ja, dan ben ik echt best wel dom. Ja? Oké. Nou, wow, ik heb me eraan gehouden. Of tegelijkertijd weer niet. Want ik ben deze track ook al vergeten. Want dit was ook een alfabetische volgorde. Maar goed, DK Wuwins RC1. Nou, deze track ziet er precies hetzelfde uit als de Beta 1 versie. Oh, wow, mijn controles zijn een beetje raar. Momentje, jongens. Dit heb ik al vaker gehad, maar goed. Echt. Ja, dit ziet er een stuk beter uit. Oké. Ja, inderdaad. Wat ik al zei, deze track ziet er een beetje hetzelfde uit als zeg maar Beta 1. Als ik me goed kan herinneren, zie ik deze watervallen misschien wel anders uit. Ik denk tegelijkertijd op die manier, dit kan ik me heel erg vaak herinneren. Ik zal echt niet weten. Maar goed. Ja, inderdaad. Ik zei wel, ik zal niet weten wat hier nog meer doen is. Oh, ja. Er is wel iets nieuws hier. Of tenminste, een verandering. En dat is hier. Want hier zat een onzichtbare muur. Die behoorlijk... What the fuck, Wallabie? Dat is gewoon zo'n hier. Ik dacht eventjes dat dat Wallabie was toen ik op mijn scherm keek. Oké, daar zat een onzichtbare muur en die was behoorlijk irritant daar. Ja, die hebben ze weggehaald. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee, want dat verkloot ik behoorlijk mijn record. Oké, ik ga eens proberen. Nee, dat kan niet. Ah, zodat ik, dat ben ik ze net ook al bij Keller deed. Dat lukt wel. Daar ben ik wel blij mee. Wow. Lightning Ball. Maar goed, dat was deze track. Ik ga ook naar de volgende track. En even iets denken. Volgens mij is dat de laatste geüpdate track van deze update. Dus ik ga eens kijken welke er is. Oké, jongens, we hebben nog één geüpdate track te gaan. En daarna gaan we naar de nieuwe tracks. Nou ja, de nieuwe tracks zijn er maar twee van. Maar in ieder geval, dit is een track. Ja, dit is de track waar Mr. Dean bij heeft gezegd. Het is een compleet nieuwe update. Ja, ik vind dat het er gewoon zo uitziet voor een brand new update, wat we hebben gezegd. Maar in ieder geval, er is één iets nieuws. En dat is dat deze track heel iets schotter is geworden. Ja, oké. De track is nog steeds 500, maar deed vroeger, tijdens de time trials, volgens mij weten jullie dat nog van een eerder deel van mijn proberen nieuw record te verbreken. Dat ik daar rondes had van 8.4 of zo, dat ik een shortcut deed. Maar in ieder geval, ik had net een ronde van 17.2. En dat is in ieder geval een stuk sneller. Hier. Ik heb een ronde van 19.074. Dat is inderdaad een stuk sneller. De band ziet er anders uit. Dus ja, het is wel een beetje anders geworden. Maar je hoeft het niet bad nieuw te doen. Nou, in ieder geval, er is toch iets. Er is toch niet iets, zeg maar, iets nieuws gevonden, zeg maar, in deze track. Dus daar hou ik het bij deze track. En we gaan naar de nieuwe tracks. Ja, jongens. Gordon Plunt Forrest heeft het erin gemaakt in CTGP. Hij is gereplaced met SNES Vanilla Lake 1, wat ik echt een kuttrek vond. Oké, die ijsblokjes die zaten echt niet de weg van de SNES Vanilla Lake 1. Er is een blik gevonden die echt niet kon. En de track was nog slecht. Dus ik ben erg blij dat die track is gereplaced. Oké, jongens, we hebben een hele leuke track met een nieuw gekregen. Dat is Cobra Platformers, van ik net al zei. En holy shit, moet je deze thumbnail zien. Ziet dat er niet mooi uit?
Maar oké, okay, de track is een beetje aan de toffe kant. Het is 300. Maar voor de rest maakt het niet uit. Gewoon ziek hoe deze track is. Ik zeg het voor de tweede keer, maar ik weet het echt. Dit is tot nu toe bijna een van mijn mooiste tracks die ik echt in een heel season 2 die heb gezien. Ja oké, okay, net zoals Bubble Towers. Bubble Towers is ook een hele mooie race. En Patricia Wave World ook een hele mooie race. Sky Beach en zo, en al die nieuwe tracks. Dit ook. Die heeft ook een hele mooie Jaffa showcase gekregen. Oké, dit is geen update, want deze track is ook net nieuw. Dus maakt op zich niet zo uit wat ik zeg. Oké, op naar de volgende race. En dat is de allerlaatste die ik laat zien voor jullie in deze video. Zien jullie wel welke dat is? Ja, jongens. Nog een nieuwe track. Woohoo Mountain. En ja, het is een 3DS track. Maar deze track, jongen. Wow. Ik had gelijk zin om deze track te spelen toen ik had gehoord dat Enzo deze track had opgenoemd tijdens dat hij het over zijn nieuwe update had. Maar wow, deze track ziet er echt fucking nice uit. Oké, het is een replay van Woerse Island. Ja, die track heb ik al een hele tijd op gehad. Waarschijnlijk. Ja, ik heb niet zo heel vaak met de oude video's gekeken. Dus ik weet niet zeker wat ik daarover had gezegd. Maar in ieder geval, die track vond ik ten eerste vond ik die dik af. En ten tweede vond ik die veel te lang. Nou ja, qua veel te lang. Bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen van veel te lang dat die eigenlijk veel te slecht was. Deze track is leuk en hij is ook nog eens best wel kort. Hij is net zoals kort op platformers. Die track heb ik veel langer verwacht. Deze track, hij is zo lang als ik had verwacht, ruim anderhalf minuut lang. En hij is, ja, wat ik nu al voor de derde of vierde keer zeg, hij is echt super mooi. Beta 3. Dit is beta 3. En ik dacht beta 1 ziet er, ja, beta 1 vind ik een beetje bij de vliegen overheen. Dat er een beetje belang uitziet. En holy shit, hebben ze dit gefixt. Ja, daar hebben ze gefixt. En ja, ik hou heel erg van dat stuk. Ja, dat stuk is heel erg veranderd. En dat is dit stuk hier. Dat is het idee. Oké, jongens, ik weet het echt. Dit is een van mijn favoriete stukken van deze hele track. Wil je dit eens zien? Je vliegt naar beneden. Je gaat echt super hard. En je hebt eigenlijk, ja, wat heb ik hier nog meer over te zeggen? Het is gewoon een hele leuke track. En dat is eigenlijk voor alles wat ik hiermee wil zeggen. Nou, dit vond ik eigenlijk wel een heel goed idee voor mijn 350 special. Dan kunnen jullie ook een beetje zien wat de nieuwe update inhoudt, zeg maar. Maar goed, ik heb de laatste track laten zien. Ik hoop dat de volgende update, ja, de Mitsubishi is nu bezig met heel veel updates achter elkaar. Ik ben benieuwd eigenlijk wanneer de volgende update komt. Ik zal waarschijnlijk al binnen juli komen, zo 15 juli of zoiets. Ergens rond die datum. Maar goed, in ieder geval ben ik klaar met deze video. Allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik hoop dat we snel bij 400 abonnees komen. Voor de rest, heb nog een fijne avond. En dan zie ik jullie allemaal later weer. Zaterdag. Ik beloof jullie dat ik zaterdag weer terug ben. Want ik kom met deze week kom ik ook online. Ja, dit is de week van mijn vader. Ik heb toch 2 weken geleden heb ik gezegd dat deze week binnenkort ook Vinci krijgt. Nou, dan kan ik hier heel snel kan ik dat jullie even laten zien. Want holy shit, wat ben ik hier fucking blij mee. Want ik had geen zin om de week heb ik time trials. En de andere week heb ik worldwide. En zo gaat het zeg maar om de beurt. Dat was echt gewoon niet leuk. Nou, in ieder geval, tv op mijn kamer. Wow, daar was ik ook echt heel erg blij mee. En wat hebben we hier? TV van mijn vader. Ik verspreek me alweer. En we kunnen online. Jongens, vergeet me trouwens even niet toe te voegen online. Hier is mijn vriendcode. Ik bedoel, als je wilt dat ik jou wil toevoegen, zet het ook even in je reacties. Laat me dat even weten en dan zie ik jullie. Nou, wat ik net al zei, zaterdag weer. Ik zie jullie later. Yo! Vince, I wanna party like Chris Carling!